Ja, het is zo'n verhaal wat je bij de lurven pakt. Het is iets wat je, als je daar zit en je komt eruit, dat je dan een enorme emotionele reis hebt meegemaakt. Iedereen zegt inderdaad in de voetsporen van Anthony Kameling, en dat is natuurlijk al heel erg gebaseerd op de film. En wat wij gaan doen, wij hebben de rechten van het boek van Boudewijn Boeg, en wij gaan echt daar een theaterbewerking van maken. En omdat natuurlijk heel Nederland die film gezien heeft en daar een beeld bij heeft, denkt iedereen meteen dat ik Anthony Kameling ga spelen. Maar dat is niet het geval, dus ik ga echt een compleet eigen karakter maken van Boudewijn. Kom even bij. Het gebeurt niet vaak in Nederland de laatste jaren dat er nieuwe muziek wordt geschreven voor een nieuwe Nederlandse musical. Er zijn prachtige producties gemaakt, zoals Ramses en Toon, maar dit is altijd gebaseerd op bestaand materiaal. En het mooie, vind ik, van Kleine Blonde Dood is dat het gebaseerd is op een prachtig boek, maar dat alles wat er geschreven wordt helemaal nieuw is. Nou, ik ga daarmee met de muziek aan de gang. Kleine Blonde Dood is natuurlijk aan de ene kant een heel tragisch verhaal, maar aan de andere kant is het ook rock'n'roll, zou ik maar zeggen. Het wilde leven, het gaan. Dus dat geeft je als muziekmaker ontzettend de kans om aan de ene kant harde rock'n'roll te gebruiken en aan de andere kant hele mooie lyrische melodieën die je het hart moeten raken. Script gezorgd dat er vooral van het jongetje, dus van het jongetje dat doodgaat, dat je daar heel vaak in de lach moet schieten. En ook de relatie tussen vader en zoon is heel aanstekelijk. Heel aanstekelijk vrolijk ook. Wat het drama natuurlijk alleen maar erger maakt als het jongetje dan toch doodgaat. Het is denk ik heel belangrijk dat het publiek naar de Kleine Blonde Dood komt. Het is niet zo vaak dat er een geheel nieuwe Nederlandse musical wordt geschreven. En dat is met de Kleine Blonde Dood het geval. En het is jammer als het publiek denkt, oh, dat schijnt heel mooi geweest te zijn, maar het is al afgelopen. Ja, omdat het een van de meest aangrijpende verhalen uit de Nederlandse literatuur is. Het is. Je hebt Turks Fruit en je hebt de Kleine Blonde Dood. Dat zijn eigenlijk de twee eikpunten van oprecht Nederlands drama. Denk ik ook dat de ontroering van het verhaal mensen moet trekken naar theater. En in samenwerking met het creatieve team van Ramses, denk ik dat totaalpakket ervoor zorgt dat dit een voorstelling gaat worden die je niet mag missen.